Dag allemaal, de Ronde van Vlaanderen staat voor de deur. Vlaanderens mooiste, misschien wel de mooiste klassieker op de voorjaarskalender. Het is nog een paar nachtjes slapen, maar we gaan graag vooruitblikken met een aantal prominente figuren uit de wielersport. En dat gaan we om te beginnen doen met de enige echte manager van Quickstep, Patrick Lefevre. Dag Patrick. Dag Luc. Ik hoop dat alles goed gaat met jou. Laten we beginnen misschien met het allerbegin. Hoe staan jullie ervoor voor zondag? We zitten nog aan het screen. Ik vergeet weer vandaag. Toch geen last van de hip, mag ik hopen? Gelukkig niet. Ik ben de dokter geweest. Ik ga iets verkeerd heen. Het was een gestoomde kip in de witte wijn. Maar ze hebben de kip vergeten serveren. Ah, bon, een foutje van de firma met andere woorden. Zeg maar misschien nog heel even over het nieuws van de voorbije week. Je bent sponsor geworden, enfin, je hebt een ploeg en sponsor gevonden in het vrouwenwielrennen. Ja, ik moet zeggen, sportieve beleid dat is volledig voor van jullie door. Ik doe enkel de VIP. En als we dat altijd zegt, Patrick, schep van de vrouwenwielrennen. Ja. Maar ik ben fan van vrouwen. En van iedereen. Dus bij deze is het bewezen dat je ook fan bent. Ja, dat ook. Oké, dankjewel Patrick. Fijn dat je er was. Uiteraard zijn er nog heel wat andere figuren waarmee we gaan spreken voor, om vooruit te blikken naar de Ronde van Vlaanderen. Nieuwe gast erbij halen. Eddy Plankaert, de enige echte. Eddy, goeiedag. Hoe hard kijk jij uit naar zondag? Die koersen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Michel Zedekouwer en Karel van Nieuwkerke, mijn grote kameraad. En dat desalniettemin zijn grote. Maar ik ben er tevreden voor Michel Buijs. Want ik heb in mijn leven ook mijn serie gekend dat er niemand nog was geïnteresseerd. En dan is er gelukkig nog altijd een plaatsje vrij bij de VTM, waar dat hij tussen de reclame de koers nog een klein beetje kan opfleuren. Dat is inderdaad zo. Dankjewel Eddy, we zien elkaar zondag terug, hopelijk. We gaan nog iemand anders bijhalen. Iemand die het vrouwenwielrennen ook op de voet volgt, want daar moeten we toch ook even over hebben. Een man van alle markten, een man vaak met een papiertje in de binnenzak. Kom er eens bij, Dirk de Wolf, fijn dat je er bent. Jij volgt het vrouwenwielrennen natuurlijk op de voet. Hoe schat jij de kansen in van Lotte Kopecky? Kan zij Annemiek van Vleuten kloppen? Ja, Annemiek van Vleuten, ik ken ze van alles op dinner en van om tijden. Die redt toch mee met de grote man, men van ver. Dat is lastig, dat is afzien, dat is beul. En dan komt hij weer naar hier voor de koers. En dan redt hij iedereen van kasken naar de muur. En ze passeren zelfs niet over de muur. Maar ik denk niet dat ze er Kopecky gaat afvragen. Toch niet? Voor gezien op Strava, ze reed 6 uur achter de motto. Ja, Ruben, dat is lastig. Vraag dat je aan Boon. Dat jaar met Cancellara, die zat ook op mijn motto. Ah, oh ja, op die manier, 2011, ja, ik begrijp het. Zeg, over de mannen gesproken. Ja, Poulin, Philippe Gilbert, niet in de Ronde van Vlaanderen. Dat is opvallend, doet dat pijn? Ik heb nog veel gebeld, ik heb veel jongens. Je moet bestoppen, als je zo rap bergaf gaat, dat je meer bergop kunt. Wolfke zegt tegen mij, ik heb 3 miljoen per jaar. 3 miljoen? Die rijdt niet voor de lot om die niet te lotten gewoon. Dat is een... Ja. Ik begrijp het. Ik begrijp je standpunt. Dirk, dankjewel. Wij zien elkaar hopelijk ook zondag weer voor de analyse van de Ronde van Vlaanderen. Iemand die de Ronde van Vlaanderen 3 keer gewonnen heeft, halen we er ook graag bij. Want het zijn mensen die recht hebben van spreken natuurlijk. Johan Museeuw, de Leeuw van Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Hoe leefde jij toen naar die hoogdagen, Johan? Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix is de 7e dag. Dan kom je ook meteen ter zake. Als je dan op de afspraak bent, dan kom je in het nieuws. Als meester tacticus voelde ik mij vaak wat? De slimste mens ter wereld. En behoorde ik tot de kampioenen. En eenmaal s'avonds, wat dan? Thuis. Bij familie riep mijn vrouw, komen eten, want dat is dagelijkse kost. De Leeuw van Vlaanderen die heel even een inkijk geeft in hoe het er vroeger aan toe ging. Dankjewel Johan, hopelijk zien we elkaar snel weer terug. De man die er zondag niet bij zal zijn, maar wel een kleurrijke figuur natuurlijk. We hebben hem kort nog kunnen strikken voor een gesprekje. Een man uit, niet uit België, dus ik ga in het Engels zijn, kom er gerust bij, Peter. Warm welcome, of course, Peter. No Tour of Flanders for you. How do you feel about not riding one of the most important spring classics? Yeah, for me, it feels like, it's like an early breakaway. It's maybe the most early breakaway in history of this race.
Ja, dat zou kunnen. Zien we. Do we see you back in the Tour of Flanders? Yeah, maybe next year, but maybe Sunday we can go for a party in the place, having some drinks and having fun. Where can we find you? I don't know. I mean, when I have like my team, when I have direct energy and they pay directly, then for me I can go everywhere. Okay, thank you very much, Peter. Feestje dus met Peter Sagan. Dames en heren, you can go. Thank you very much, Peter. Nog een paar mensen erbij halen, want ze staan hier allemaal één voor één te wachten. Een man die niet echt kans zal maken zondag, misschien als outsider, maar we hebben hem uiteraard wel graag bij onze voormalige Olympisch kampioen Greg van Avermaat. Greg, een hele warme welkom hier bij ons aan de tafel. Wout en Mathieu zijn de vijf sterren favorieten. Bij Wout moeten we een kanttekening plaatsen natuurlijk. Zie jij nog mogelijkheden voor jezelf om de ronde te winnen? Goh, ik denk, het is zeker nog niet verloren. Ik denk dat we zeker moeten proberen voor het anticiperen en te demareren. Voor mijn voorsprong naar de Quaremont. En dan toch te proberen voor eerst op de pater. Want het is toch beter eerst op de pater dan de pater op u. Dat zou dus kunnen kloppen, dankjewel. Greg van Avermaat. Een goede vriend van Greg van Avermaat halen we er ook graag bij, want die staat al te trappelen. Een ploegmaat ook van Greg, een man van dezelfde côté, Oliver Naassen. Oliver, aan jouw volgende vraag, de dominantie van Jumbo-Visma. Dat is heel opvallend natuurlijk. Hoe ga jij daarmee om? Ja, mogen eerlijk zijn, wat dat die man eigenlijk al heel vorig jaar aan zijn project presteren, zowel met Laporte als met Benoot. Ja, dat is echt chapeau. Mijn vriendin die had altijd naar de color uit, maar ik had gezegd dat het misschien toch een keer beter is voor een keer in de Jumbo te passeren, want dan moet er vrij bananen zijn. Een boodschap aan alle collega-coureurs. Ga naar de Jumbo, andere bananen gaan halen. Dankjewel Oliver, die snel op de rollen moet, denk ik. En tot slot de grote naam, het grote vraagteken ook voor een stuk voor komende zondag. Kom er gerust bij. Dankjewel om heel even tijd voor ons vrij te maken. Wout van Aert. Mogen we zondag een duel verwachten na alles wat er nu over jou verschenen is tussen jou en Mathieu van der Poel? Ja, niet zeker met Mathieu, maar ik denk Pedersen en Pogacar zijn voor mij zeker meer de favoriet. En ik denk Asgreen, dat hij toch ook wel klaar is. Ja, dus een aantal namen die jij dropt waarvan je veel verwacht. Zeg maar, dus deze middag kwam het bericht dat het niet zo goed gaat met jou. Blijkbaar een beetje koorts aan het maken, niet helemaal 100%. Wat verandert dat voor komende zondag? Ja, Ronde van Vlaanderen is echt helemaal mijn droomkoers. En de laatste maanden ging echt alles voor de wind. Behalve vandaag voel ik mijn eigen rot ellendig. En als ik zondag niet kan presteren, dan hoop ik dat Tish, dat hij toch iedereen met zijn Tish pakt. Oké. Okay. Wout, dankjewel. Ga gerust een beetje verder uitzieken. Hopelijk zien we jou toch zondag terug. Dat de beste mogen winnen in de Ronde van Vlaanderen.